Jongekkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie episode 2 van Zoo Tycoon 2 The Derp Zoo. En oh mijn god, is deze serie echt lang weg geweest. Volgens mij iets van 2 tot 3 weken. Het spijt mij echt gewoon enorm, maar ik had er gewoon geen tijd en ook geen zin voor. Ik had eigenlijk geen motivatie om überhaupt andere games te recorden dan Minecraft en Bloonstone Friends 5. Want het was allemaal veel werk en daar had ik gewoon allemaal geen zin in. Maar ik heb vandaag niks te doen. Ik ben nou een video aan het uploaden, dus ik dacht, weet je wat, laten we gewoon weer eens episode 2 van de Derp Zoo gaan recorden. En ik had er best wel weer zin in om weer eens een keer wat Zoo Tycoon te gaan doen. Want wel, het is toch even mijn favoriete games. En maar goed, het dier wat we vandaag gaan plaatsen komt uit het originele dierenpakket van Zoo Tycoon 2, zou ik maar even zeggen. Ik heb dus de complete collection met alle 4 de uitbreidingspakketten. En het dier wat we dus vandaag gaan plaatsen is de Nelkrokodil. Jawel, ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed met krokodillen. Ik kan er nooit eens van die fancy hoe noem je dat, verblijfjes voor maken. Maar goed, we gaan zien waar het Schipstrand. Ik heb wel wat leuke ideetjes. Dus eens even kijken. Opgeslagen map spelen. De Derp Zoo 1. Let's do this. En eens even kijken. Het was wel een beetje 50-50, want veel mensen zeiden ook een ijsbeer. Maar er waren volgens mij net wat meer. Het was echt kiele. Dus net wat meer mensen zeiden plaatsen Nelkrokodil. Dus dat gaan we ook doen. Even kijken. Oh mijn god, dat was het dodo verblijf niet. Ja, dat was dodo's. Even kijken. Goed, waar gaan we die krokodil dan in godsnaam plaatsen? Want wel, ik weet het niet. Hier misschien? Nee. We gaan hem hier doen. Ja, sure, why not? Oké, dieren, wel, dat beest is moeras, dat weet ik nog. Even kijken, derp, moeras. Oké, dit is dus een Nelkrokodil. Oh, het beest is best groot. We hebben ook nog een andere krokodil. Dat is zo'n prehistorisch beest, Deinosuchus. Dus jongens, weet je wat ik eigenlijk aan zou raden? Is om even op Google op te zoeken. Zoo Tycoon 2 de Ultimate Collector's Edition dieren. Gewoon dat je in ieder geval weet wat voor dieren er allemaal zijn. Want wel, heel veel mensen zeiden alleen dieren uit het originele pakket van Zoo Tycoon 2 dus. Maar oké, ik vind het niet erg hoor. Is misschien ook wel leuk. Dus dit. En wel, wat voor hek gaan we doen bij dit beest? Het touwhekje lijkt me niet handig. Het moet wel stevig zijn. Kom op, een fatsoenlijk hek. Fatsoenlijk hek. Dit volstaat wel. Nee hoor. Dit is misschien wel wat. Dit. Hier redden we onszelf van mij. Even kijken. Zo. Ik heb geen idee hoe lang deze episode gaat worden. Maar ik wil wel een beetje mij van de beste kant laten zien. Even kijken. Zo. Dat gaat daar recht omheen. Dat is nice. Nice. Oké. Goed, dan gaan we even, wat wouden we doen? Oh ja, ik wou een soort van, dingetje maken, zeg maar. Een soort van grachtpoelachtig iets. Kijk, zo, dan kunnen de krokodillen dan eens zwemmen en dan kunnen de bezoekers ze ook zien. Dus dat lijkt me wel, wel cool om te doen. Ook vooral voor de krokodillen lijkt dat mij wel, wel fijn. Even kijken, zo, dan gaan we even verder met het hek. Want wel, krokodillen die leven voornamelijk dus in het water. En ik weet niet precies hoe groot ik dit verblijf wil maken. Ik denk zoiets als dit. Ja, het wordt niet echt major groot. Even kijken. Nee, dit moet zo. En dan kunnen we de bocht om, oké? En dan kunnen we ook hier naartoe. Nee, dat moet met een bochtje. Even kijken. Ik geef totaal geen goede commentary nou, jongens. Maar het hek is altijd het hele lastigste van het hele park, even kijken. Zo, oké. Maar goed, jongens. Jullie mogen natuurlijk ook gewoon verder gaan met wat voor dieren ik allemaal moet plaatsen. En ik vind het gewoon echt gewoon fantastisch dat jullie mij soort van steunen in deze serie. Oh mijn god, wat is dit nou weer? Dat is asfalt. Maar ik vind Zoo Tycoon weer dus echt gewoon enorm leuk. Ik probeer ook mijn vriend voor die dual commentary te krijgen. Maar hij is niet zo beschikbaar op dit moment. Dus dat gaat denk ik niet lukken. Even kijken, hier wil ik dan nog iets van een ding gaan maken. Dus halen we dit gewoon even weg, lekker makkelijk zo. Oké, goed, gaan we even verder met het ding natuurlijk. Zo. Dan heb ik ook in het midden een eiland om op te leven. Dus even kijken, goed, dan gaan we dit wat groter maken waar ze dan kunnen zwemmen. Vinden ze wel fijn, denk ik. Zo. Hetzelfde geldt voor dit stuk hier. Zo. Dit ook maar even nog wat verder weg. Want wel, we willen niet dat de krokodillen verzuipen natuurlijk. Even kijken. Zo. Oké, kijk, dan hebben ze een eiland. Zo, dat is wel grappig. En wat we dan kunnen doen is dan kunnen we
Nee, we maken het gewoon acuut diep. Dat is denk ik wel fijn voor de krokodillen, want de krokodillen zitten niet echt aan het ondiepe gedeelte. Tenminste, dat lijkt mij. We maken dit wel even zo mooi, dat ze er makkelijk in en uit kunnen. Anders krijg je dat de dieren niet op het land kunnen. Dan kunnen ze niet eten en dan gaan ze dood en dat willen we niet. Dus ja, even kijken. Oh mijn god, mijn controls. Oké, okay, zo. Oké. Ja, nu moeten we dit doen, hè. De zwampgrond, zo. Ik wil absoluut niet dat er ook maar iets misgaat, dus ik klik gewoon zo. Maar ja, jongens, jullie mogen natuurlijk ook gewoon onderwerpen achterlaten om over te kletsen. En ja, de reden dat ik dat in iedere serie vraag is omdat ik gewoon sneu ben en niks weet. Dus, ja, hopelijk vinden jullie het niet te erg, maar oké. Okay. Ik heb nog wel wat leuke onderwerpen, denk ik. Maar nu even gewoon even niet, even kijken. Zo, oké. Okay. Ik heb Skype nog aan, dus als er een plink komt, dan mijn excuus. Even kijken. Nou, dit ziet er wel redelijk uit voor het krokodillenverblijf. Het ziet er mooier uit dan dat ik origineel had verwacht. Even kijken, goed. Wat bomen, want wel de verdeelde krokodillen was ook wel fijn. Kunnen wij? Nee, dat kunnen we dus niet. Even wat mangrove bomen. Is ook wel fijn, denk ik. Oh, wat we wel kunnen doen. En dat lijkt mij wel gaaf. Is een soort van ondiep stukje hier. Zo, dan kunnen we hier iets van een... ja, wat is het? Ondiep plekje maken, zo. Waar ze dan een beetje kunnen zitten en zo. En gewoon een beetje baden. Maar niet gewoon meteen gaan zwemmen, weet je. Waar ze gewoon lekker kunnen liggen. Dus ja, dan kunnen we ook wat boompjes plaatsen en zo. Zo, dat is wel cool, denk ik. En natuurlijk moeten we ook stenen plaatsen en zo. Zo, dat is altijd wel chill. Hier leggen we ook even een steen neer, zo. Met wat kleine stenen, want wel. Het moet een soort van rotstuinachtig iets worden natuurlijk. Want het moet op moeras lijken, dus ja. Holle boomstammen, die kunnen we hier wel neerleggen. Zo, die passen daar perfect in. Nou, waterlelies, zo. Niet overdreven gaan met die dingen. Dan kunnen we hier wat van aan de kant zetten, zo. Oké, nou, wat van dit natuurlijk, dat kan hier wel. Hier nog even zo'n ding, zo chill. We kunnen ook wel wat van die boomstammen op het land leggen. Dat is ook wel cool, denk ik. Nou, nog wat riet extra, zo, oké. Okay. Wat is dit? Oh, dat is zo'n raar bos ding, oké. Okay. Goed, huis hebben ze niet, nee. Goed, nu moeten we iets van eten neerzetten. Oké, dan zetten we hier wat prooipoppen neer, zo. Dat is wel cool, denk ik. Wat cadeautjes, want ze zijn jarig. Leggen we wat vlees hier neer, zo. Nou, even wat eten. Wel wat vis is misschien wel lekker voor de krokodillen. Nou, leggen we hier in het midden wat bakken met water neer, zo. Oké, dan kunnen ze drinken. Wel, ze moeten zich als een carnivore voelen, dus ik leg even wat van die dingen neer, zo. Wat gaan we doen? Nee, we doen geen dinovlees, denk ik. Toch? Of wel? Hoe groot is dat? Holy shit, net is het meest voor de dino-suggers. Dus ja, zo, leggen we nog wat vlees neer. Oké. Hebben we alles nu? Ja, volgens mij hebben we alles. Oh, ik moet nog eventjes de personeelsgang plaatsen, hè? Lol. Oké. Wel, het lijkt mij het handigst om daar één te doen. En dan hier één te doen. Zo, goed. Nou, dan gaan we eens even naar ons verblijf kijken. Oh, wat mooi. Oh, het is zo prachtig. Oh, het is zo mooi. Oh, je kunt ook duiken, by the way, jongens. Dat is ook wel chill. Blup, 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 blup. Oké. Nou, even eruit. Oké. Okay. Oh, ja, het ziet er echt wel chill uit. Ik zie hier gewoon al die krokodillen lekker op zitten, zo. Ik moet toegeven, dit is het mooiste krokodillenverblijf wat ik ooit heb gemaakt. Dit is gewoon echt chill. Gewoon kijk gewoon met het eiland hier en zo. Even kijken. Goed, dan gaan we even de dieren plaatsen. Hè. Even kijken. Een mannetje. En een vrouwtje. Zo, oké. Okay, dan gaan we even hallo zeggen tegen de krokodillen. Krokodillen, hallo. Hallo, krokodillen. Ah, ja. Oh, hallo, wat zijn jullie lief. Oei, oei, oei. Wat zijn jullie schattig. Oei, ja. Even kijken zo. Zwemmen met een krokodil. Jee. Oh mijn god, wat is dit nou weer dan? Dat is helemaal falend. Even kijken, dat moet ik even fixen hoor. Zo, ja, dat is helemaal falend. Ik dacht dat al. Zo, oké. Okay. Nou goed, nu moeten we alleen nog even wat mooie dingetjes maken, zeg maar. Zoals wel uitkijkpasjes en zo. Dat soort bullshit. En wel, dan zitten we daar ook gewoon goed mee. Even kijken, het lijkt me wel cool om hier iets van een reptielenhuis neer te zetten. Omdat wel, het zijn ook reptielen. Dus ja, even kijken, die staan hier tussen, denk ik. Dit is... Ja, dit is het reptielenhuis. Oké, okay, wel, die zetten we dan leuk hier neer, zo. Even wat bankjes erbij. Dan kunnen de mensen naar de reptielen kijken. Wat nu? Donatiebox? Sure, zetten we hier een donatiebox bij. Zo, mensen, doneer, ik wil jullie geld. Kijk, het is ook wel een fancy ding, maar
Ja, stel we die erbij. Kunnen de mensen er lekker naar kijken zo. Is wel leuk, denk ik. Afvalbak. Hier één. En dan zetten we er hier ook één neer. Naast dat bankje. Oké. Okay. Nou moet ik alleen nog even wat verrekijkers plaatsen. Zodat de mensen de krokodillen kunnen bespioneren. Zo en daar. Want wel, de mensen moeten wel ver kunnen kijken natuurlijk. Anders krijg ik daar weer commentaar over. Ik zit dat voor de ingang. Ja, dat dacht ik dus al. Maar god, dan verwijder ik die ander. Zo. En zo. En moet het nog een ding komen? Of hebben we die al? Waar hebben we... Nee, die hebben we nog niet helemaal niets. Oh ja, ik moest hier nog een keer een plein maken, hè? Oh ja, dan gaan we denk ik in een van de komende episodes doen. En dan, ja, plaatsen we dat allemaal wel. Goed, bankjes. Let's do this. Oh nee, eerst denk ik even wat van die uitkijk plaatsen, hè? Dat is wel cooler, denk ik. Zo. Zo, omdat het reptielen zijn en zo is dit wel cool, zo. Ik vind het wel chill staan, omdat het wel... Het is boerasachtig, dus... Ja, oh, wat is dit nou weer dan? Verrekijkers, net dat boeit me niet, stom ding. Nog wat extra verrekijker erbij en dan nog wat bankjes. Sure, why not, hè? Zo, nou, kijk eens even. Lovely. Nou, dit nog even hier. Ik was shift te drukken om naar beneden te gaan, lol. Ik dacht even, ik ben hier in Minecraft, maar dat is niet zo. Jammer. Even kijken, zo. Nou, verrekijkers nog plaatsen. Ik moet wel zorgen dat het niet elkaar overlapt, want anders dan heb ik een probleem. Dan kunnen de mensen er niet langs. Zo, nou, dit is wel goed, denk ik. Dit ziet er allemaal wel goed uit. We moeten nog een verzorger, natuurlijk. Hoeveel verzorgers? Ja, in ieder geval staat wel. Verzorger Maxwell. Oké, jij werkt. Ik zei, jij werkt nu bij het krokoverblijf. Oké, krokoverblijf. Goed, perfect. Oké, nou jongens, ik denk dat ik het hierbij ga laten voor vandaag. We hebben ja, een leuk krokodillenverblijf gemaakt. We hebben een mooi reptielenhuis, dus ja, met een verminkte... wat is dat voor ding daarboven? Een verminkte chameleon, ja. Oké, we hebben een chameleon. Die tong zo. We hebben hier een schildpad. Ik vind het wel cool dat dit ook helemaal beweegt en zo. Dat is echt wel chill. We hebben een slang. Hallo meneer slang of mevrouw slang. Nou, maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Laat even achter in de reacties wat voor dier ik in de volgende episode moet plaatsen. Probeer even een ander dier te doen dan het dier van de normale Zoo Tycoon 2. Dus ja, ga even googlen, kijk andere video's, weet ik veel. Maar even een ander dier van de normale Zoo Tycoon 2, want ik kreeg serieus alleen maar dieren van de normale Zoo Tycoon 2. Dus ja, tot de volgende keer, bedankt voor het kijken en wel, dan spreek ik jullie later. Dus ja, ik ga even voor dierenverzorging spelen. Dus ja, laat mensen, oh ja, laat een like achter, by the way, dat is heel belangrijk. Dus ja, laters. Oh, die krokodil eet. Om, nom, 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 nom.